Tante. Niet uit de koelkast. Je had tanners kunnen studeren, Chanel, maar nee. Je verkoopt pizza's met de oma van Malcolm X. Oma? Hij is mijn neefje. Zijn moeder was mijn zus. Weet niet. Hé, ik ben het zat, man. Ik ook. Mij komt dit, mij komt dat. Ik ga harder klappen dan hij. Zou die pizza palace, waarmee kan ik u helpen? Een of andere chick ging dapper doen net. Uw pizza is er nog niet? Wat een vervelend en vooral uniek probleem. Ik snap het niet, man. Hoe is een vrouw zo gek? Kan je wel vertellen, hoor. Menstruatie, te weinig loon. Mannen die de bril omhoog houden van de wc. Moet ik verder gaan? Ja, u moet natuurlijk wel op bestellen drukken, hè? Vergeet u niet uw recensie achter te laten. Mijn naam is Chanel. Yo, bitches! Die girl heeft weer een 5-star recensie. Ik heb die pizza gimme on. Luck. En welke bitch noemde je crazy? Vertel, Juro, waarom zijn chickies crazy? 5 minuten krijg je een nieuwe bestelling, Jeff. Een pizza bezorgen, toch? Je hebt nog 5 minuten. 4,5. Luister. Ik heb een pizza bezorgd en een of andere tata pakt de sleutel alsof ik er wil racen. Racist. Hé, tante. No, man. Dat is mijn tekst. Kijk eens hoe het sneeuwt. Met de gildie van een braakzakje. Niet uit de... Hai. Wie gaan we klappen? Ben ik de kennis van deze groep? Dan ben ik Perry. Dan ben ik Phineas. Bro, winnen. Wat weet jij ervan, bro? Huh? Kan toch niet? Dus... Omdat er een blakke man achter een tata loopt, ja, moet je meteen je sleutel pakken. Zogenaamd, ik moet mezelf nu gaan verdedigen. Hold the fuck up. Dus de chick is gek omdat ze zichzelf bewapent? Wat, ik praat Chinees nu? Kerel, hou je bek, man. Je praat zomaar stoer, soort geraste man. Ja, maar het was wel een weirde chick, ja? Iemand van jullie gehoord van Emmett Till? Ja? Rest in power, man. Het is waar wat Jeff zegt. Chickies lopen altijd om. Of doen alsof ze aan de telefoon zijn. Als we achter ze aanlopen, terwijl we niks doen. Wie is we? Praat jij voor alle mannen? Winston houdt niet van vrouwen. Hij houdt alleen maar van zichzelf. True that. Luister gewoon naar zwarte vrouwen. Remember Anita Hill? Klachtte haar werkgever aan voor seksuele intimidatie. En hij is nog steeds een van de hoogste rechters in Amerika. Ja. Anita Hill, geweldig. Ze is geweldig, ja? Maar dit is niet dat, Chanel. Huh? Het is gewoon een feit dat chickies banger zijn voor een guy als Jeff of ik... dan voor een Koen of een Nick. Waarom denk je dat straatintimidatie zo'n hot topic is? Omdat de daders allemaal zwart zijn. Acties tegen vieze leraren en werknemers is al lang niet zo populair. Waarom? Omdat die daders wit zijn. Bam! Weer een feit. Feit? Als wij geen sleutel in de hand doen... of een gesprek faken met de vriendin... denken boys dat ze alles kunnen maken. Tell hem! Wat zeg je me? Jullie zijn bang dat we jullie uitlachen? Wij dat we langs de weg eindigen. Zwarte mannen eindigen ook langs de weg, hè? Met iemand zomaar de politie op ons heeft gebeld. Dit is geen man-vrouw issue, Chanel. Dit is een race issue. Ooit gehoord van intersectionality? Heb jij ooit gehoord van Black Power? Jongens, jongens! Dit is niet waar de challenge voor gestorven is, hè? Hey Jeff, deze chicks trippen, man. Je balzak tript. Nee, want jullie zijn zo geweldig wanneer jullie ons naroepen, toch? Die akka is wel daar of zo. Hey, vakka, mami. Doe niet alsof je niet wil horen dan. Waarom kijk je zo boos? Je weet dat je wel wil horen. Want je loeft. Wacht even. Dus zelfs als een vrouw racistisch is, ja?
kan ze alsnog gelijk hebben. Inderdaad. Luisteren. In plaats van butthurt te doen over racisme, besef wij voelen en racisme en we moeten ons bewapenen s'nachts. Ik niet hoor. Klap je moe direct. Manny Mayweather over hier misschien niet, maar ain't no way dat ik courier word. Een minuut. Jij denkt alleen maar aan jezelf en niet aan ons. Geen drinken uit de... Ik snap iets. Wat wil je dat ik doe? Als ik er probeer wijs te maken dat ik niks wil doen, gaat ze helemaal denken dat ik er lastig van. Luister, pik. We kunnen niet alles voor je voorkouwen. Dus zoek het maar lekker op Google. Of heb je geen wifi, skeerboy? En die? Lezen. Ja? Dat is wat. Ai. Goed dat jullie kunnen lezen. Welke AV heb je? Bro, we werken er toch voor? Soms moet je gewoon luisteren.